Een hele, hele goede middag, lieve vrienden. En welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corinna en de Beestenboer. Want daar zijn jullie gewoon weer bij aanbeland. Ja, ja. Ik ga zo met de meisjes even lekker lopen. Maar voordat we daar aangaan. Het is vandaag zaterdag 20 juli. Inderdaad. En het is 13:59, dus bijna 2 uur. En 26 graden zegt ze. Ik heb net gevraagd voordat ik het knopje hiervan indrukte. Maar in het scherm staat het 27 graden. Dus ja, ik weet het niet hoor. Ze zegt het een en ze laat het andere zien. En in mijn scherm hier staat ook 27 en het voelt als 28. Ja, ja. Computer rekt nog niet aan. Ik ga het ook nog niet aan. Want ja, ik ga met de meisjes lopen. En dan daarna pak ik de booster. En dan ga ik naar de andere kant van de helder. Ja, dat dus. Dus het komt helemaal goed. Helemaal gezellig. En jullie neem ik gewoon mee. Niet met de meisjes. Ja, dan is deze mee. Maar ja, ik ga eventjes naar de Action. In de Action zelf ga ik. Ik ben niet zoals Karin of anderen. Ik vind dat gewoon, ja. De ene, ik leg eraan. Kijk, met die ken ik gewoon filmen. Die zit in mijn houder, weet je. Dat valt niet zo bot op. Maar met jullie in mijn hand, ja, dat valt op. Ja, dat dus. Maar we zien wel hoe en wat we doen. Ik heb ook vreselijk veel pijn. Ik moet daar straks even medicatie voor innemen, speciaal, ik heb speciale medicatie. Ik heb er net boven wel 2 pillen gehad, er zit 500 milligram in 1. Dat is, even zien, deze. 500 milligram in 1 tablet. Ja, dus ik heb er 1000 op, maar het helpt niet echt. Ja, tegen kleine pijntjes, maar wat ik er onder mijn rug en mijn benen, niet. Nee, daar helpt het niet tegen. En dan heb ik dus iets bij de reformwinkel, ja weet ik veel, dat als verkoopt op kruiden, et cetera, en planten en weet ik veel wat nog meer. Daar heb ik het gekocht, dat was wel duur. En dan moet ik 2 maal daags 5 druppeltjes onder mijn tong doen, voor een minuut. Daarna mag ik het doorslikken. Dus ja, dat dus. Maar die 5 druppeltjes, die zie ik niet. Nee. Dus dat is op, ja, of het nou 6 of 7 is, of 5 of 4, dat zie ik niet. Kan ik niet zien. Iemand anders zou dat eigenlijk moeten doen. Ja, maar ja, ik heb niet iemand anders en ik heb moeilijk Elwin gaan vragen of Rijka, of kan dat. Dat gaat het dan ook niet worden. Nee. Maar oké, ja, ik ga lekker met de meisjes uit en ik zeg tegen jullie, geniet van het prachtige, zonnige, mooie, heerlijke weer. En ja, ga je het zonnetje leggen of ga erop uit, ga naar het strand of whatever. Jij bent gek. Mijn pakkontje. Dus ik zou zeggen, geniet en tot later. Zo, dit is dus niet mijn muziek hoor. Als jullie het al mochten horen, het is niet mijn muziek. Nee, ik heb het hier stil. Dit komt dus van de oude Rijkswerf, oftewel mijn achtertuintje weg. En dat is niet eens niet aan het begin, nee, dat is halverwege het terrein. Ja. Dus zoveel lawaai geeft dat met zich mee. De meisjes die zijn, hebben een korte ronde gehad, want het is te heet. En ik haal ze ook zo wel naar binnen, want dit doen ze zelf. Zoals jullie met Elwing zien. En de Rijker is best te hijgen. Maar die komen zo meteen binnen. Er staat een bak met schoon water en ik ga weg. En de deur gaat ook dicht. Hé, dametjes van het goede leven? Ja, echt wel. Oh, ja, dat dus. Maar ik ga de boel klaarmaken. De sleutels, die had ik al. Mijn telefoon, die heb ik al. Mijn zonnebril, mijn tas, die moet ik pakken. Ik moet nog een boodschappentas pakken.
En ik moet even zien hoe ik het allemaal hebben moet, want ik wil jullie mee, maar ik wil die schoudertas niet om me heen hebben. Dus ik denk dat ik het gewoon in de boodschappentas al neerzet en tussen mijn benen heen. Ja, heb ik hem toch tussen mijn benen, maar niet om mijn nek heen. Dus op die manier dus. Ja, dat dus. Ja, het is heet, schat. Hup, gaat ze uit zelf onder de eettafel. Vandaag is het koolste plekje, denk ik, tegen die buitenmuur aan. Er staan struiken tegen de buitenmuur aan. En ja, en zand, aarde, weet ik veel, troep. Dus ja, dat dus. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet gewoon met hetgeen wat jullie doen. En van het prachtige mooie weer, want dat hebben we toch maar weer in de pocket. En geniet ook een beetje met mij mee. Ja, toch? Ik zou zeggen, tot later. Ja, zo lieve vrienden, daar zijn we weer. Ja, ik ben bij de Action geweest. Ik ben bij de winkel hier achter me geweest. Ja. Want ik zoek ook nog een voedingskussen. Maar ik denk dat ik eens eventjes mijn eigen voedingskussen maar op ga vullen. Want ik heb wel de vulling, dus dat gaan we gewoon proberen. En ik heb een heleboel lampjes in mijn tas. Ja, heleboel binnen veel. Maar dat zien jullie thuis wel. Ik ga lekker door het park genieten. En dan neem ik jullie gewoon in mee. Dus dat komt helemaal goed. Hoppa. Dus ja, we gaan lekker even door het park. En het zonnetje die schijnt knap fel. En hier heb je ook een beter bedgeval winkel. Daar kan ik dan ook wel naartoe. Maar ja, het is allemaal ook zo duur. Zelfs Jisk is duur. En dus ja, maar die kussens die ze bij Jisk hadden. De ene was me te duur en de andere die was te laag. Van die gezondheidskussens. Een hele lage kus. Ik denk, ja, hallo, dat wordt het hem niet hoor. En dus, maar oké, lieve vrienden. Wij gaan lekker door met die banaan. Voilà. Een faillissement verkoop. Oh, gaat hij. Ja, jammer dan. Hé, hey, ja, dan moet ik er dan wel even naartoe, hè. Faillissement verkopen, ja. Als hij nog goedkoper is. En de deur die is open, dus ja, dan gaan we er even naartoe. Dus ik doe jullie even dicht. Tot straks maar weer. Ja, nou, die winkel die ging dus wel inderdaad failliet. Alleenig. Ik kon niet daar komen waar ik komen moest. Dat was boven. En alles stond prachtig en prachtig vol. Dat je kon er amper lopen, laat maar zeggen. Dus ik denk, ja, toeliedokies, dat wordt het hem niet. En dat zei die man ook al, het wordt het hem niet. Nee. Heerlijk eventjes. Oh, even genieten. Liefst maar een klein stukje. Even genieten. Ja toch, loslopterrein. Ja, hondjes mogen hier loslopen. Maar dan nog, er zijn fietsers. En die rijden alles hard, vooral de wielrenners. Ja, en dan is het ook rondje en boem, ja. Het is hier zo genieten. Ik meende dat we ergens tussendoor konden en dat er een bruggetje was met dat daar misschien.
daar is het bruggetje. Ja, dat moet hier dan ergens wezen. Ik denk dat ik toch verkeerd zit. Nee, hier al. Ik hield het tussendoor al. Ja, hier tussendoor huppelen. Daar is een bruggetje erachter. Even jeuk hoor, dames en heren. Ja, ik heb even jeuk. Maar het is toch niet een mens hier? En sorry voor het gewiebel. Ik had daar niks aan doen. Daar is water. Kunnen de hondjes lekker in vertoeven. Heren, hey. Een scootertje. Opgenomen. Ja, een scootertje. Waar gaat u dat voor gebruiken, mevrouw? Ik neem enkel het scootertje erop. Oh. Ik ben YouTube-ster. Ja, YouTube-ster. Ja. Nou, ik hoef niet op de camera's. Je staat er niet op. Tenminste, ik hoop van niet. Nou, ik zag niet gewoon die camera op mijn richting. Als u dat wil halen. Moet je eens goed luisteren, ik ben buiten. Sorry? Ik ben buiten, hè? Ja, maar ik vraag. Ja, maar ik ben buiten. Ik mag filmen. Ja, ik zeg ook niet dat u niet mag filmen, maar ik zou het wel fijn vinden als u ons er vanaf had. Nou, ik laat het toch versneld afspelen, want niemand zit te wachten op mijn geluid van de booster, hè. Dat haal ik onderweg. Nou, ja. Mijn gepraat haal ik er ook onderweg. Snap ik, maar het enige wat ik vraag is om dat gewoon... Ja, maar dan zie je het niet meer. Dat gaat te snel. Dat maakt het niet. Gaat veel te snel. Hoppa. En een hondje. Nou, en ik laat het er wel lekker anders staan, want ik ben buiten. Ze kunnen me niks maken. Dat denken ze wel. Snotbribbeltjes. Dat hondje daar ook. Lekker in het water. Geweldig, hè? Zo heerlijk. Dit is zo'n mooie locatie om foto's te maken voor bruidsparen. Hè? Ja, en ook of filmen voor ze. Ja, en vooral als het straks ook weer herfst wordt, al die kleuren van die bomen, ja. Kijk, en dan moet ik hier weer vooruit kijken wat er aankomt. Dat doet zeer. Wat een leuk hondje! Gaan we naar beneden. Oeps. Ah,
En hij daar ook weer een fietspad. Dus dat is... Hondje, 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 hondje. Ja. Oh, dat is van dat voetbalveld, geloof ik. Staat het beestje in dat hoge gras. Geweldig. Maar we gaan door. Want ik wil dat kind er eigenlijk niet op hebben. Dat vind ik niet nodig. Maar die anderen waren volwassenen, kom op. Hey. Ik ben buiten. Ik mag filmen wat ik filmen wil. Enkel ik ga met kinderen rekening. Zo simpel. En dan moet hij om zich heen kijken. Camera's genoeg. Ja. Hoppa. En dan gaan we die kant weer op. Voilà, voetpad dicht op woensdag 24 juli tussen 7 uur en 17 uur. Dat is het voetpad. Dat is tevens ook een fietspad. Ook dat nog. Ja. Ik hoor een trein. Of die deze kant op komt, weet ik niet. Maar het zal wel. Maar ja, dan staat die ergens stil. Want ik hoor hem niet meer. Want hier is het spoor. Daar is het spoortje. Naar Den Helder toe. Oh. Ja, ik ben aan het vloggen. Ja, dat doe je goed hoor. Het is zo heerlijk nu. Ja, ja. De rust, de stilte. En ik zat te luisteren of ik de koekoek ook hoorde, maar die hoor ik niet. Nou, want die zit aan die kant. Gaan we door. Ja. Struikgewas, boompies. Mooi, die bloemetjes, gewoon door de wilde natuur. En dan die gekleurde bloemetjes erbovenuit. Geweldig. Echt super. Hier weer een plas met water.
Maar ook die bloemetjes erbovenuit, zo leuk. En wat zie ik daar? Eentjes. Zijn ze bang. Op de gracht bij ons slang. Kijk, treintje tutut. Ja. Vanaf de helder. Dan staat hier nieuw. Ja, dan staat hij daar natuurlijk stil. Dat zo. Nee, kan niet dat hij daar stil staat, want het duurt een dik half uur in Alkmaar staan ze stil. Het is in Alkmaar wisseling van de wacht. Dan komt daar weer eentje vandaan hier naartoe. Het is ongeveer om het half uur dat er een trein uit Den Helder vandaan komt. Dat bedoel ik nou, die paarse, tenminste, ja, wat is het, roospaars, bloemetjes. Dan zie je hier en daar ook nog wat witte ertussen. Mooi hoor. Ja. Nou, dat bruggetje laten we liggen, want dan gaan we linksom. En dan hebben we weer een bruggetje. En dan gaan we onder het spoortunneltje door. Dat is die kant. Nou, weer die kant op. Maar bovenop gaan we gelijk weer recht. Dus dan hoop ik dat we dat redden. Ja, dat redden. Hoppa. Zo, en dan komen we in de Anemonenstraat, zo heet dat. En daar ben ik geboren. Ja, echt waar. Maar een stuk die kant op, want hier hebben ze geen tuintjes. En wij hadden een tuintje. En dat is dus aan het spoor. Ja, ja. Hoi.
Hopsa. Geen idee. Ja, geen idee. Dat bootje heet er. Geen idee. Ach ja. Ik heb ook geen idee. Ah. Vogeltje, ga van de straat af, want ik lust geen vogeltjes. Nee, vooral zulke soort vogeltjes niet. Doeg. Hoi. Kijk, en dat gele vind ik ook heel mooi. Die struik. Zo mooi. Nou, dit zijn dus de huizen waar ik in ben geboren, maar dan nummertje 12. Dat is bij dat groen. Ja, daar ben ik geboren. Dat huisje. Leuk, hè? Nou, ik ruim jullie weer op, lieve vrienden, want ik ga het centrum vannacht door. Zo dan, dat bedoel ik. Het gaat allemaal veel te hard, die dingen. Dus ja, dat dus. Maar in ieder geval, ja. Er komt straks ook weer een trein aan vanuit Alkmaar. Maar in ieder geval, geniet verder en tot later. En toen waren we weer thuis. Ja, we zijn weer helemaal heel hard thuis gekomen, hè meisje? Ja. Rijka die is geloof ik ergens buiten in de tuin somewhere. En Alwin die staat hier bij me te snuffelen. En die is nieuwsgierig wat er in de tas zit. Nou ja, dat is een heleboel. Ook ben ik al met koffie bezig. Ga nou eens even weg. Ik heb eens een kaars meegenomen. Die ook op zonne-energie werkt. Ja, moet ik eerst even mijn schaar hebben. Kijk, die plastic dingen allemaal doorknippen. Ga nog eens even fietsen stelen. Dat is één. En dan heb ik hier nog één. Ja. Ook die is door. Er zit nog een stikkertje erop. Hoppa. En dan kan die daarop. En dan moet dat eraf kunnen. Maar mijn koffiewater gaat ook zo meteen koken. Ga jij eens even weg met die snotkoker. Nieuwsgierig Agie. Moet even kijken hoe die aan moet. Ja, ik zie knoppie wel, maar wat is... Dan moet dat aanwezen. Hoop ik. Hoop ik. Wat is dat nou weer? Ga jij even liggen. Zo. Die is toch nog niet aan. Ah, hij doet het wel al. Maar, nou, moet. Het beschermdingetje, kijk. Die behoort er wel aan. Dat gele zat er niet onder vast. Ja, dat dus. Maar hij doet het wel. Ja. Zo. Die weer hebben. En dan zet ik daar weer in. En dan kan die weer tussen de... Dat paarse goedje. Hoe heet dat nou? Lavendel. Ja. Ik ga eerst even water op mijn koffie doen. Ja, en dan kan dit gelijk weg. Hoppa. Dan gaan we dat gelijk weg, die troep.
Ja. En mijn bril die zakt van mijn neus af. Ja, ook dat nog. Maar, jullie hebben het gehoord, ik moet die jongens weghalen. Nou, echt dus niet. Maar kijk het even, ik ben buiten. Ja, toch? Kom zeg, wat denken ze wel wie je zijn? Ze worden in de stad ook gefilmd, hè? Door de overheid. Dus laten ze eventjes opstouten. Ja, toch. En zo, bakje koffie. Moeten de meisjes ook een koekie? Moeten de meisjes ook een koekie? Rijkaal koekie. Even zien hoor, waar de kleurtje zit. Daar, oh. Kom maar. Ka. Goed zo, ja, je gaat ermee naar buiten, kind. Oeh, lekker, lekker, hè. Oh, wat ben jij een knoeidoos. Wat ben jij een knoeidoos. Oh, te dikkie. Opruimen, hè. Zo dan. Even het lampje zo vast aan. De computer is nog uit. En dan heb ik even wat voor mijn kereltje erbij gehaald. Anders moest ik nog naar de foammarkt. Ik heb even wat nat voor. Nou ja, hoeveel erin zitten? Ja, Joost mag het weten. 1 plus. Ja, weet ik veel. Ga nou eens even weg. Ga nou eens even weg. Is niet voor jou. Is voor Kandalfi. 1, 2, 3, 4 zakjes. Dus 2 dagen. Er zit nog wat in het doosje. Dus ga ik om en om zetten. En dan heeft hij weer eventjes. Ik heb nog wel wat. Daarom zeg ik, ik heb nog wel wat. Maar ik denk, anders moet ik morgen al zo weer naar de zomer toe. Daar heb ik geen zin in, weet je. Ik ben een beetje, ja, een beetje verslag. Hoe weet ik niet, hoe dat komt, weet ik allemaal niet. Nee, maar ik heb wel weer veel, nou ja, veel geld. Ik wou dit gewoon nog hebben allemaal. Leuke verlichting. Ik heb nou, ik had een gekleurde verlichting wat op de zon werkt. De ene keer doet hij het wel, de andere keer doet hij het niet. Hij is niet stuk, want anders zou hij het helemaal niet meer doen. Maar hij doet het de ene keer wel, de andere keer niet. Ja, hoe dan? Dat weet ik dus niet. En dan kon ik dat wel weer gaan kopen, want dat was er wel. Maar ik heb nou op stroom. Ik denk, bekijk het maar. Ik leef zuinig, maar ik wil wel gezelligheid om me heen hebben. Ja, toch? En ook buiten. Zo simpel. Dit gaat weer even naar de keuken. Ik laat jullie nou even staan. Zo is dat. Ja, echt waar. En ik ga een glas water drinken, want ik heb dorst. Als een hinder. Ja. Dorst als een hinder. Wat een idee. Nou ja. Steeds muziek in de achtertuin van het zomercarnaval gebeuren. Nou, dan heb ik 2 die ik ook al op de pergola heb staan. En ik denk, ja, ik neem er nog 2 mee. Ik weet niet of ik ze kan gebruiken, maar desnoods reserve. Ja. Dan leg ik even op de salontafel. En wat ik nou eruit ga pakken, dat is voor tussen de schutting. Maar dat ga ik ook om en om doen. Met een bol, dan weer die. Met een bol, dan weer die. Of ik er genoeg heb, weet ik niet. Ik heb er 4 gekocht. En anders aan de ene kant bollen en aan de andere kant deze. Kan ook nog. Ja, toch? Ik heb er 4 totaal. Eentje doet het al. Die heb ik het lipje ertussen uitgehaald. Zo. Dat is deze. Die doet het al. Ja. Er zit niet een knopje aan van zo uit. Nee, er zit een lipje tussen. Maar ik ga wel even wat doen. Als dat wil tenminste. Nee, dat wil niet eens. Oké, dan niet.
Maar ja, wel ga ik dat straks ook mee beginnen. Dat vind ik leuk. En dan heb ik een doos met deze. En die gaat om de pergola heen. Ja, dan kan ik 's winters ook laten hangen. Want er zit stroom op. Het is voor indoor en outdoor. Kijk, dat bedoelen we. Dus ja, dat... Het is gelukkig plastic, hoor. Ja, het is gelukkig plastic. Maar ja, die gaat dus in het stopcontact. Daar beginnen we. En dat gaat met een AB aan, net zoals de pergola. Ja, dus dat gaan we straks gezellig doen. En als het vanavond allemaal aan is, laat ik het jullie natuurlijk zien. Ja, ik ga eerst gewoon genieten van een bakje koffie en de computer langzamerhand aan gaan doen. En ja, eventjes time-out voor mezelf. Ja, ik heb nou de hele middag lopen te vliegen en te doen, dus bekijk het maar even. En de ene winkel in, de andere winkel uit. En wat hebben we nog meer gedaan? Ja. Weliswaar niet veel, maar wel vermoeiend. En vooral met dit weer. En er ook nog een seinzeikers erbij. Nou ja, onder andere de jongens die jullie hebben gehoord. En dat boeit me lekker niet. Ik laat dat er lekker in. Maar ook zonder camera waren er ook een paar seinzeikers. Niet alleen nog tegenover mij hoor, maar ook tegen personeel. Het is altijd bij jullie op. Dat was bij de Action. Ik denk, ja, maar er zijn meerdere filialen. Niet hier, maar hun kunnen er niks aan doen in welke filiaal het wordt gebracht. Het komt wel in het reclamefoldertje te staan bij de Action, maar er staat geen adres bij. Ja, Action zit overal, weet je. Maar de medewerkers die er werken, die kunnen er niks aan doen. Dus moet je niet tegen die tekeer gaan. Ga tekeer tegen de hogere hand waar het vandaan komt, die het opstuurt. Ja, die laat komen. Ga daar tegen te keren. Niet tegen een leerling, want het was ook nog maar een leerling. Ik denk, ach, god, dat arme kind. Ik vond het zo zielig. Ik denk, nou, moet dat nou zo? Nou, dan kijkt die vrouw ook wel buiten eventjes op een nette manier aangesproken. Ik zeg, moet dat nou zo? Ik zeg tegen dat kind, ik zeg, dat kind dat moet nog leren. Ik zeg, en dan jullie zo te keer gaan? Ik zeg, ik zeg, de medewerkers die hier werken, ik zie die weten dat allemaal niet, hè. Ik zeg, wat de hogere hand hier naartoe stuurt, kunnen hun niks aan doen dat hetgene wat in een andere filiaal aanwezig is, hier niet is. Want het komt niet in alle filialen binnen. Het is allemaal verschillend. Ik zeg, bij mijn dochter in Den Haag, ik zeg, daar komt het een wel binnen. Ik zeg, maar dat komt weer hier niet binnen. Ik zeg, wat hier binnenkomt, ik zeg, dat komt daar weer niet binnen. Ik zeg, zo doen we voor elkaar ook wel eens boodschappen, hoor. Ik zeg, wat hun daar niet hebben. Ik zeg, en wij wel. Ik zeg, dan haal ik het van mijn dochter. Ik zeg, en zij haalt het van mij daar weer. Ik zeg, dat hou je gewoon. Ja. Maar ja, je hebt mensen. Ja. Mensen die niet nadenken. Er zit niks in hun hersenen. Ja. Water, zaadsel misschien. Ik zie al die lui al daar zo zitten. Ja, helemaal. Maar in ieder geval, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet gewoon van jullie namiddag. En een smakelijk eten, bon appétit. En natuurlijk een hele fijne, liefdevolle avond gewenst. Ik zou zeggen, tot later. Doei, doei. Ja, lieve vrienden, ik heb het klaar en alle lampen op. Ja, ken je dat? We gaan het uiterste hoekje beginnen. In het uiterste hoekje. Ja, en let niet op de muziek. Ik kan er niks aan doen. Ik zal jullie eerst eventjes omdraaien. Anders zie ik niks. Zo. Dat is één. En hij doet het eigenlijk nu niet. Het is te licht. Ik heb het om en om gedaan. Dat is de bol. En daar is weer die. En daar weer een bol. En daar weer die. En aan de andere kant van de vlinderstruik ook een bol.
Ik zie jullie denk ik wel, drie. Ja, en dan heb ik hier al eentje erin staan, maar dat was eerst gekleurd licht. En dat vind ik toch niet zo, nee. Ik heb er gewoon nou wit licht in. Want je kan het wisselen. En dat is met die net zo. Die heb ik ook nog op wit gezet. Dan gaan we hier naartoe. Daar in het hoekje een bol. Die staat daar. Dat is een oudje. Die staat hier. En weer een bol. En weer een rechte. En weer een bol. Daar kan helaas niet. Want dat is te wijd. Ja, dan moet ik een hele dikke buis. Nou, en dat zijn die lampjes. Die hekken langs. Voilà. Nou, die lampjes die doen het ook allemaal. Behalve dat snoertje met die liggies niet. Want dat werkt op zonne-energie. Maar die doet het niet. Nou ja, dat lampje wel. Die doen het ook, die staafjes. En dit plantje die heb ik gekregen van Willy. Nou, die doet het ook mooi. Er zitten oranje-roze bloemetjes zo te zien in. Ik denk twee verschillende plantjes of zo. Ik weet het niet. Maar het is een vet plant. Dus die kan tegen warmte, mag ik hopen. Ja, dat is mooi, hè? Helemaal mooi. Nou, en de lavendelstruik. Kijk, met hommeltjes. Ja, helemaal geweldig. En daar heb ik die staan. Die stond eerst in de lavendel, maar ik denk ik doe hem daar. Ja, dat dus. Nou, toch geweldig. Dan moet ik op de jutters, mag ik dinsdag, als het niet slecht weer is, nieuwe vogels zien te vinden. Want die is ook al cadeau. Ik ken er ook wel uit ook. Ja, ik ken er wel uit ook. Gaan we gelijk eventjes weggooien. Hup. Voilà. Hé, dametje van het goede leven. Mag vrouwtje erdoor? Mag vrouwtje erdoor? Dank u. Zo, haha. Nou, die doos opruimen. En hier heb ik wat troep dat gaat weggegooid worden. Ja, dat die plastic dingetjes niet hoor. Dat gaat niet weg. Dat gaat niet weg. Maar dat gaat wel weg. Ja, en Rijka die was op iets aan het bijten. Oh, ik zie het al. Nou, toen zag ik het niet, maar nu zie ik het wel. Ik zal het in mijn hand leggen. Rara, wat is dat? Ja, ik weet het nu. Ik weet het. Ik kom er nou net pas achter. Ik zag het toen niet, nou dat kan ook weg. Dat is van zo'n plastic ritssluitingje. Van de die zakken met brokken en alles. Ja, dat is tegenwoordig zo'n ritssluitingje. Tenminste tegenwoordig al jaren. Hé, Elwin? Ja. We gaan de boel opruimen. En de bank even goed leggen. En, oh jee, ik ben zo moe. Nu moet ik nog een vlog in elkaar zetten. Ik heb de computer nog steeds niet aan. Ik denk, ik ga het gelijk ook doen. Want dan heb ik het maar klaar, weet je. Wat in mijn hoofd zit, zit niet in mijn kont, zeg maar. Dan heb ik het gedaan. Zo simpel. En mijn vest, die had ik mee. Maar waarom, weet ik niet. Oh. Maar je weet maar nooit. Het kan eens een keer zomaar in een van, als je in de winkel bent en je komt buiten in een afgekoeld zijn. Dat weet je niet. Dat je dan een vest nodig hebt, dus ja. Ik heb er altijd eentje dan bij me met dit weer, want je weet het nooit wat er weer doet wanneer jij in een winkel bent. Hé, kanonnen. En ik ga zo, even zien. De meisjes hoeven nog niet. Ik ga zo meteen nog een bakje koffie doen, denk ik. Ja, laten we dat maar doen. Bakje koffie. Waarom wil dit niet wat ik wil? Hij wil die kant op. Oh, dat mag ook. Nou, en deze doos. Nou, het is zo leuk, die lampen. En ik hoop dat we dat ook krijgen te zien in de donker. Daarom heb ik ze ook genomen. Ik zal het jullie laten zien. Meteor lights.
oftewel een ster. Hij moet sterretjes fonkelen. Ik weet het niet. En dan mooi op elektrisch met een stekker. Dus ik ben er helemaal even... Ja, deze was wel duur hoor. Over een tientje. Maar hoe duur weet ik al niet eens meer. Het staat wel op de kassa, man. Ik zal eens even kijken. Dit mogen jullie dan weten. Moet ik eventjes mijn tasjes zoeken. Daar. Even kijken. Even de kassabon versieren. Je bent ook dom, hè, Rijka? Waarom ga je nou iedere keer naar de baden toe? Het zonnetje in. Het is een bloedje heet. Je staat het eigen en te eigen. Je crazy daar in het kopje. Gek kind. Ik moet eerst die kassabon zien te vinden. Hier, hoor. Wat een kleintje. Dan moet ik ook nog kunnen lezen. Jeetje, Mina. 40 centimeter. Roestestaal glas. Oh, dat is... Ja, ja. Ja. Feestverlichting. 10 keer. 14,95. Dus zeg maar 95 euro. Ja. Bij de Action. Nou ja, en die andere lampen. Ja, wie doet je wat? Dat zijn allemaal van die kleine luttele bedragen. Maar ja, oké, ik neem maar wat meer. Ik denk, ik wil gewoon nog genoeg hebben. En dan andere maand of zo ga ik weer een reeks kopen. Voor reserve, die ruim ik dan op. En dan, of andere maand, zolang de voorraad trekt, ga ik gewoon weer wat kopen. Gewoon voor reserve, want mijn broer koopt die hele dure, dan ook hallo. Die blijft ook niet het eeuwige leven hebben, dan kun je beter goedkoop nemen. En dat is niet het eeuwige leven hebben, dan hele dure die niet het eeuwige leven hebben. Ik zie een pluisje gaan van een paardenbloem of zoiets. Ja, of een geest. Het was niet echt een pluisje van een paardenbloem. Dat ziet er heel anders uit. Ik weet niet wat dit was. Ik dacht eerst een rookplantje. Ik denk, ik rook niet. Dus ja, dat dus. Maar in ieder geval. De kassabon die bewaren we nog even. En ik weet niet wat. Ja, ik weet wel. Ik heb wel eten, maar ik heb geen zin om te eten. Dan moet je het weer opwarmen. Nou ja, het moet toch gedaan worden. Ja, toch? En ik denk dat ik dat zo ook ga doen. Ik ga eens lekker nog een bakkie doen. Even lekker niks. Ja, de computer aan zien te krijgen. En dan komt het wel weer goud. Ja, dus ik zou zeggen, geniet. En geniet een beetje mee. Hé, Elwin? Die legt wat pampers. Waar die kleine meid al legt, weet ik niet. Ik heb er niet eens in binnen zien komen of wat dan ook. We gaan eens even koekeloeren. Daar is ze ook niet. Daar is ze ook niet. En er valt een papiertje. Dan is ze toch nog ergens somewhere buiten. Hé, Rijka. Koekenbakster. Ja, ik zie er achter de container met een blauwe deksel. Ik zie het net een kontje. Ja, dat dus. Maar oké, ik ga de troep even opruimen hier. En dan spreek ik jullie later. Doei doei! Zo, lieve vrienden. We gaan even gezellig naar buiten toe. Want ik laat jullie het zien. Met die verlichting. Ik zie ook niet die vallende sterren in die lampen. Maar ja, wie ben ik? De computer is bezig met de film in elkaar te zetten. Maar ik moet ook om die meneer te denken. Meneertje kan elf. Want die mag er niet uit. Nee. Daar beginnen we niet aan. Voilà. En de deur kan niet meer dicht, want mijn slot is kapot. Die blijft er nou in. Die wil er niet meer uit. Wat ik ook doe. Dus het is met een sleutel op slot. Of even op het haakje zetten. Maar dan moet het wel dat kleine haakje wezen. Zo. Kan meneer er niet uit. Daar staat er één. Ik zal hem even omdraaien. Zo. Die doet het dus. Met de verlichting op de bak en zelfs nog wat op tafel. Helemaal geweldig.
krijg een witte bol. Ik vind die kleur eigenlijk toch wel mooier, maar ja, wie ben ik? Dat zachte licht. Ik vind het witte niet echt denderend. Maar ja, we zijn niet anders. Ja, nou dat wisten jullie op de pergolen. Maar deze lampjes. Zie ik al die sneeuwvlokken? Nee, sneeuwvlokken. Alsof het vallende sterren zijn. Dat zie ik niet. Nee, nou dat is weer een witte. Dat is heel zacht. Weer een witte, ook een witte. Nee, ook die zacht. Dat is een witte. Dat is zacht, dat is een witte. En dat is weer zacht. Dus dat dus. Ja, ik ben er verder zo tevreden mee. En blij mee. Enkel dat die lampen, ja. Moeten vallende sterren wezen. Nou, ik zie geen vallende sterren hoor. Nee. Ach nee. Dus hoe dan? Vallende sterren. Maar ik vind het wel leuk. Toch gezellig, een kaartje. Die heb ik hier al, maar die moet eigenlijk ergens anders staan, maar ik weet nog niet waar. Ja, ik weet nog niet waar. Dat dus, waar zullen we dat neerzetten? Ja, niet daar, dat vind ik ook niet leuk. Nee. Dat moet ik nog even verzinnen, die kaars. Ik had hem tussen die bloemen in. De lavendel, maar dat vind ik ook niet leuk. En onder die vlinderstruik vind ik ook niet leuk. En dus. Ja. Nou, dat is nog eventjes verzinnen. Ja, dat dus. Ja, en er wordt regen voorspeld voor vannacht door Google Hub. Dus dat is ook nog te beleven. Ja, nou, we gaan weer naar binnen. En kan ik verder met mijn werkzaamheden. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet. Ik geniet sowieso nog van mijn tuintje. Ondanks dat het nog niet helemaal klaar is. Maar dat komt nog wel. Ja. Even weer sparen voor stenen en cement. En dan roep ik hem wel weer. En hij gaat aan het einde van deze maand op vakantie, dus ja. En wanneer hij terugkomt, weet ik ook niet. Komt wel. Ja. Ik ben tevreden en blij. Toch? Ja. Kijk, er zat eerst een kleurtje in en ook in die zat eerst een kleurtje. Nou is het feller dan die kleurtjes. Dus dat dus. Nou, we gaan naar binnen. Ik zou zeggen, geniet van jullie avond en tot later. Ja, lieve vrienden, die ligt lekker op de bank. Maar we gaan zo naar bedje toe. Daar ligt Rijka. Gaan we zo naar bedje toe. Rijka. Gaan we zo naar bedje toe. Ja, hè? Ja. We gaan zo een beetje toe. Ja, zeker te weten, want het is alweer laat. Ja, ik had net Karin nog even aan de telefoon. Die gaat nou weer lekker naar huis toe. Die heeft het ook weer voor gezien. Want het is alweer 2:54. Dus bijna 3:00. Ja. Ik heb alles al op slot. Ja. En mijn tuindeur extra op slot. Want daar moet ik ook achteraan, die is ook een kaardoek, het slot. Ja, het normale slot wat je met de hendel doet, die is kapot. Verder is die heel, dus ik kan hem nog wel op slot doen. Dus niemand kan erin. Nee, nee. Oh, wee. Niemand. Want ik heb ook nog twee lieftallige hondjes. Ik weet niet wat die doen als ik weg ben en er komt er eentje binnen die niks te zoeken heeft. Weet ik het niet. Nee, ik sta er niet voor in. Maar in ieder geval, het is mooi geweest. Ja, ik ga de computer zo vast al uitdoen. Want ik zei al, het is 2:54, dus bekijk het allemaal maar.
afsluiten. Hoppa. Hoppa. Dus ja, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles. En ik hoop dat het morgen weer mooi weer is. Ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Maar in ieder geval, dat wachten we morgen gewoon weer af. En ja, oorbellen eruit. Daar slaap ik niet mee met die grote dingen. De rest hou ik wel in, maar dit gaat eruit. En ja, gewoon lekker slapen en genieten van je rust. En ja, droom maar lekker fijn. Want wie weet zal het morgen allemaal weer anders zijn. Je weet het niet. En ja, degene die naar de kerk gaan, een hele fijne kerkdienst gewenst. En voor de zieken, van harte beterschap. En degene die weekenddienst hebben, ja, werk ze. We weten dan dat ook niet. En degene die op vakantie gaan, of weet ik, volle vakantie hebben. Een hele fijne vakantie uiteraard. En jullie weten het, God die houdt over ons allemaal de wacht. Daarom zeg ik graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei doei.